Oh, ik kan zo niet tegen. Mag ik een vraag hier met het Hudson van Rivier? Van Gravering, ben ik volgens mij hier gebleven? Ik weet niet meer helemaal zeker, maar we gaan gewoon in ieder geval hier verder. En ik kom erachter dat Duitsland een klein probleempje hebt, dus ik ga even de divisies even die ik nu aan het trainen ben, gewoon eventjes daar naartoe aan het halen ben. En we hebben natuurlijk nog oorlog met de Sovjet-Unie. Dus dat is ook allemaal nog helemaal prima. Nou ja, wat je prima noemt. Ik wil in ieder geval dat dit probleem even wordt opgelost. En dat geldt er hier ook voor. Ik erachter kom. En hoe gaat het dan hier? Ja, deze zijn in ieder geval encircled, dus dat scheelt. Oké, constructie 3. Als we dit probleem hier helemaal, helemaal hebben gehaald en hier ook. Dan is dat wel een heel stuk fijner. Mooi, beter even tank. Volgens ons naar modern tank. Oké. Hier zorgen we wel voor. Hier gaan we nog voor zorgen. Kijken, kunnen we ze in battle gooien? Ja. In ieder geval, we hebben 4 divisies al. Een circle, dus dat scheelt. Dus wat kan beter zijn divisies hier een beetje tegenhouden. Oké, nog een encirclement. Mooi. Oké. Oh. Dat zag ik. Dus dat is wel heel erg mooi dat het zo goed gaat daar. Dan kunnen we deze divisie zodat ik even nog naar Zuid-Afrika neerzetten. En dan kunnen we ze bijvoorbeeld nog hier een beetje gaan helpen. Dan hebben we daar nog een divisie staan en dan kunnen we nog erbij. Oké, die dus. Jij moet eigenlijk even daarheen. Mooi. Ja, jij gaat daarheen. Dan ga dan maar gelijk even door hierheen. Want dan zijn ze nog wel een beetje encircled. Noord-Frankrijk. Duitsland. What the actual fuck? Waarom laat ze... Oh, dit wordt nog een groot probleem met die Duitsers. Het is 1942, dus dat moet gewoon helemaal niet kunnen. Wat tijd dat deze troepen hier allemaal een beetje op laten rotten. Hé. Hey. Ik heb geen... olie meer nodig. Oh, dat hebben ze snel gefixt. Zo snel dat ik het niet eens had gezien. Top. Ik zal alleen dit dan even fixen. In ieder geval hebben ze weer 4 divisies weten te omcirkelen. Kijk, jou had ik al helemaal geresearched. Jij bent nu helemaal weer bezig. Jij gaat toch helemaal goed, dus... Oké, artillery program. Moet
eigenlijk een beetje een ziekte. Oké, we hebben in ieder geval wel air superiority in de Engelse stijl. Duitsland, je faalt. Oké, nu gaan jullie hier even heen om hier even de boel te helpen. Oké, als we hier maar even een beetje naval superiority in kunnen. Man, man, man. Die Engelse vloot zit gelijk weer achter me hiel aan. Ik hoop maar dat Turkije zo ook in de access komt een keer. Die hulp kunnen we nog wel goed gebruiken. Vooral niet dat Duitsland zo zorgt. Normaal is dat Italië, maar Italië kan ik nog makkelijk helpen. Hoe gaan er zoveel divisies van mij dood? Ze zijn helemaal niet encircled. Ja, toch wel. Hoe krijgen ze dat voor elkaar? Stel eens idioten. Volgens mij is de VS of wel. Nee, dan gaan we hier mee treden. Oké, weet je wat? Dan ga ik wel even bij iemand anders treden. Die divisies nee. Zijn wel heel erg wanhopig om dat te winnen. Maar dit gaat echt niet goed met Duitsland, echt niet. Dan moet ik het zeker allemaal even gaan handelen. Ah, nee hoor. Oké, okay, dat is ook easy. Hé, hey, waar komt dit vandaan? Gaan we wel even dit gebied eventjes regelen. Ik ben gewoon de helft van mijn divisies kwijt, dankzij dat ze mij hadden encircled bij enabled bases. Nou ja, in ieder geval is dit front helemaal klaar. Kijk, heb ik er vanaf wat vliegtuigjes? Tuurlijk. Gelijk alles oversturen hierheen. Dutch Special Forces. Niet dat dat tegen heel hard nodig gaan hebben, want we hebben meer troepen nodig hiervoor. Ik denk dat Berlijn op het punt staat om te gaan vallen. Dat kan een heel kut probleem zijn. Moeten we hier ook weer wat gaan doen? Dit gaat niet goed. Wanneer Berlijn gevallen is, dan gaat het al helemaal niet goed.
Drie van mijn fucking divisies zijn weer encircled. Echt, nu willen we de oorlog in Afrika. Ik help Italië. En wie valt er weer? Fucking Duitsland. Dat is Rusland. Is ik eigenlijk met mijn deel oorlog? Geen idee. Ja. Godverdomme, hoeveel van die naval invasies wel ze wel niet op mij gaan gooien. Alsof één niet genoeg was. Nee. Hoe zagen jullie dit niet? Ik heb het toch al lang uitgeschreven dat jullie dit gaan doen. Ah, alsjeblieft zeg, hou eens op. Ik ben er helemaal gek van. Heel erg. Opgebokt. Nou, geef me alles maar. Hier geven we wat minder van. Ik ben er helemaal gek van. Ik ben helemaal gek van die Duitsers, wie die kunnen winnen. Ik zal toch zeggen dat ze wat beter zijn dan dit, maar nee hoor. Ik moest dan ook mijn hele front in Afrika opzeggen, omdat die Duitsers niet kunnen functioneren goed tegen die Sovjet-Unie. Persoontjes. Die barst van kop gewoon van kapot. Oh ja, hebben we dit ook nog. De val van Berlijn. Ga eens dit hele volbaar even weer goed maken, want dit is erg. Hoeveel divisies heeft Duitsland wel niet? 176. Hoe? Hoe kunnen ze dat verliezen? Zoals ik doe toch beter dan die fucking Russen. En Duitsland. Jullie moeten even bezighouden. Kom, dit is niet snel. Nee, dit is gewoon heel langzaam. Gewoon op het doodse gemaakt. Alsof er geen oorlog is. Zelfs fucking Hongarije doet nog beter dan Duitsland. Hoeveel manpower heb je nog? Nul. Hoe? Geen wonder dat je zo slecht bent. Duitsland, mijn anus. Goh, die is kapot. Oh, jezus. What the fuck? Oké, dit kan ons nog wel gaan helpen, ja. Rusland heeft nog een groot probleem. Volgens mij moeten ze niet alle divisies hier hebben, maar de oostkant. Neem die Oostkant in of zo. Doe iets. Doe iets nuttigs. Ik wil Zuid-Afrika kapot hebben. Oh, monotanks klaar. Oké, laten we maar met yes, finally! Hij is kapot! Kapot! En de USA gaat er ook nog mee bemoeien. Ik hoop maar dat het wel beter gaat. Ik ben helemaal gek van. Nou, we hebben overal wel heel wat goeds, maar dat betekent, I don't know.
Ik ga hier gewoon even kijken. Hoe zit het met Japan, Jezus. Jij ham sandwich, dan kun je niet eens China verslaan. Dat vind ik wel heel knap. Je kunt niet China verslaan, maar wel de fucking Sovjet-Unie. Zelfs de Siamezen hebben een beetje verloren. Toppie, jullie kunnen nu even deze rotzooi even helpen. En daar horen jullie bij, denk ik. Daar denk ik niet, dat ga ik wel vanuit. Ik heb het wel nodig. Wie is dit? Is dat Roemenië? Wat doet die nou weer hier? Waar hebben ze al hun troepen heen? Ze zijn allemaal weer teruggehaald of zo van. Nope. Oh god. The USA joined the Allies. Om eerlijk te zijn is heel Afrika echt gewoon een fucking kustgebied om te vechten, joh. Heel eerlijk in. Waar ik ook heel eerlijk in ben, is dat Duitsland nog slechter is dan Italië. Zelfs Hongarije doet nog beter dan nu. Nou ja, als we in ieder geval de oorlog in in Afrika helemaal klaar kunnen hebben, dan zijn we al een heel stuk verder. Waar heb ik deze divisies eigenlijk staan dan? Ja. Dat doet natuurlijk ook nog bij Nederland. Wat divisies zit de fucking Sovjet-Unie,11 miljoen! Oké, nuclear effort. Gaan we wel nodig hebben. Snel. Jullie moeten dit gebied clearen. Nee, jullie gaan eerst dit even regelen. Zodat ze nergens meer heen kunnen. Dat hele boel omcirkelen als of ze gaan vangen zitten. Precies mijn bedoeling. Het is wel fijn dat het nu wel beter gaat. Want ik hoor ook geen naval invasion meer. Dus dat is op zich wel chill. Heel erg chill. Hier word ik echt minder blij van. Polen neemt gewoon fucking karma op Duitsland. Oh no. Nou ja, als onze grote leider van Japan even heel snel even Sovjet-Unie kapot weet te maken, waar die al heel goed mee bezig is, kan het nog anders worden. We zijn omcirkeld. Die ook al bijna. Mooi. Dan kunnen alle troepen naar de Sovjet-Unie regio. Oké, we gaan. Ja, de Chinese United Front is ook fucked. Net zoals Japan zijn. Nee, Japan niet. Sovjet-Unie. Die zijn helemaal fucked. Duitsland is ook wel bijna fucked. Ligt er een beetje aan. 44%. Ik hoop maar dat dit goed komt.
Nou, ze hebben in ieder geval hun troepen hier een beetje opgegeven, dat is mooi. Kan ik in ieder geval dit probleem even hier oplossen? Opgebokt. Wegwezen. Kst. Het enige probleem dit nog. En daar mag nu iedereen heen. Ja, laten we dit maar even doen. Een beetje laat. Wanneer heb ik de hele Benelux onder mijn knieën gekregen? Nou, in minder dan een jaar tijd. Veel te laat. Hoe gaat dit werken? 'Vrijstad. Eindelijk. Alleen dit gebied nog. Eindelijk. Jullie kunnen eindelijk naar deze kant toe. Wat toch niet via zee, hè? Ik heb geen flauw idee, maar dat lijkt me geen goed idee. Oh, gelukkig schrijf via Turkije. Oh. Lijkt me een verstandig idee om in ieder geval even wat divisies... waarom zeg ik dat in Italië? In de regio delict te zetten. Vanwege het feit dat ze nog wel eens willen nevel invaden, hè? Dat wil ik niet. Ze krijgen gewoon in ieder geval de hele coastline even helemaal vol stouwen met mannetjes, vrouwtjes, beenham, alles. Oké, 45 divisies. Ah, dat valt wel mee. Dit valt niet mee. Dit is het hele tegenovergestelde. Kom op, zeg. Japan heeft Rusland al eens een keer overwonnen. En oh, maar dit is wel heel erg. Ja, dat is wel handig om eens even te assignen. Dat is wel heel erg handig. Maar dit is niet heel erg handig. Dus ik kom alleen maar dichterbij. Oh man, de hele wereld is zich helemaal gort aan de radio. Zo, zelfs Australië begint een beetje onder de macht van Japan te komen. Mooi. Wat zie ik hier nou weer aan? Polen, waar zijn al je divisies heen? Oké, ja, dit wordt nu wel heel makkelijk. Sure, I guess. Hey, klaag niet. Is er weer een kans dat we gaan winnen? Maar waarom doen jullie niks? Ja, ga daar maar even heen. En ga daar maar even heen. Gewoon overal heen gaan waar je kunt. Royal Anti-Air Guns. Ja, nou ja, dat is een beetje laat, maar hé, dat kunnen we nog wel gebruiken. En ik op Frankrijk zich weer bemoeien. Polen is gaat alleen nog een beetje om Danzig. Maar ik ga nu deze video afsluiten. Ik hoop het leuk vonden. Geef een like, abonneer op mijn kanaal. En dan zie ik je volgende keer weer. Later.